Bonjour Irene. Ça va bien, et toi? Ja, bien aussi, merci. Wat ben je aan het maken? Want we zijn op de Parijse Tour. Ja, we zijn in Parijs. Ik ga Parijse champignons maken. Ja. Dat zijn gefrituurde champignons. Ja. Ik ben een beslagje aan het maken. Zou jij willen beginnen met de saus? Ja, ik ga de mosterdmayonaise maken. Zou jij een mosterdmayonaise willen maken van mosterd en mayonaise? Ja. En een klein beetje zout? Nou, die zout heb je al gedaan. Ja, heel klein beetje. Als jullie ik gooi dit hele dikje erin. Nee. Op deze hoeveelheid, één grote eetlepel, theelepel is goed. Nou, oké. Nou, perfect. Als je die even meeneemt met de garde, mag die in dit mooie bakje. Mag er een beetje mooie jonge slaanblaadjes mogen erbij. Enig. En dan maak ik een beslagje. Oké. Okay. En ik heb een beslagje gemaakt van deze ingrediënten. Wit bier en bloem. En ik ga er wat gruyère bij doen, geraspte gruyère. En mosterd. Oké. Okay. Nou, een klein beetje olie erbij. En dan heb je eigenlijk een mooi bierbeslagje. Alleen dan wat ga je doen met dat bierbeslagje? Waar gaan we naar kijken? Nou, ik ga de champignons die ga ik doormidden snijden, want ik heb hele grote champignons. Ja. En die champignons ga ik door het beslagje halen en frituren. Oh, wat gezellig. Ja, het zijn ontzettend lekkere champignons. Waar zijn je lepels en zo? Lepels heb ik hier. Ik heb ontzettend veel lepels. Okay. Ben je wel eens in Parijs geweest trouwens? Ja, heel lang geleden. Heel lang geleden. Wat ging je doen daar dan? Wandelen. Beetje zo, wandelen? Waarom vraag je dat allemaal? Nou, gewoon even een beetje human interest. Oh nee, er zit niemand op te wachten. Kijk, maar ik heb er nog een beetje mosterd bij. Ook in mijn beslagje gaat een heel klein beetje mosterd. En dan zijn de champignons eigenlijk klaar om doorgehaald te worden. Nou, ik heb de champignons even met een borsteltje afgeborsteld. Ja, want die mag je niet wassen. Nee, moet je we niet kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Nee, precies. En die borsteltjes zijn gewoon overal te koop. Maar het leuke is, je kan ze ook gewoon met een papiertje afborstelen natuurlijk. Heb je niet altijd een speciaal borsteltje voor nodig. De champignons gaan in het beslagje. Ja. En dan gaan we ze even frituren. Ik doe het Hoe lang frituur je de champignons? Dat hangt helemaal van de temperatuur van je olie en de grootte van je champignons af. Mm-hmm. Maar de meeste, een minuutje of 2-3. Okay. Even keren. Ik ga ze er even in doen in de pan. Ja. Kijk, ik doe het altijd met een vleesvork, want dan kun je ze een klein beetje aftikken. Ja. Want er moet namelijk niet te veel beslag in je frituur komen. Want dan krijg je natuurlijk allemaal verbrande stukjes beslag en dat willen we niet hebben. Nee. Die doen we erin. Daar gaan ze. Maar, daar gaan ze. En, terwijl deze 3 minuten frituren, heb jij vast al een leuk exemplaar ter voorbeeld? Natuurlijk. Ik heb ze heel even warm gehouden in de oven op 80 graden. Mm-hmm. En het bakje is natuurlijk nog steeds 80 graden. Mm-hmm. Nou, hier hebben we de mosterdmayonaise, we hebben hier jonge sla, we hebben gefrituurde champignons. Dit is echt een Parijs een bistro gerechtje. Geen haute cuisine, geen... Maar heerlijk. Precies. Nou, het is een goudbruin. Mm-hmm. Dit is een traktatie, echt waar. Nou, en het staat nogmaals beschreven op www.livecooking.nl om dat lekker thuis ook na te maken. Ik ga het maken. Zeker weten. Ja, helemaal leuk.